gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat staat in de jeugdwet. In die wet staat ook dat gemeenten jeugdhulp van goede kwaliteit moet aanbieden. Maar wat is goede kwaliteit? Wat is goede jeugdhulp? En wat is een goede hulpverlener? Deze? Ja. De ex van de krant. Oké. Ik ga op bezoek bij Misha en zijn ouders om hun ervaringen te horen. Misha was bang om alleen te gaan slapen of om alleen op de trampoline te springen. Misha en zijn ouders hebben goede hulp van Geerte gekregen. Geerte is cognitief gedragstherapeute. Toen we naar Geerte gingen, zeiden we, hier zijn een paar angstdingen, daar willen we aan werken. En toen heeft zij met hem gesproken van, nou, wat zijn er die dingen waar je moeite mee hebt en wat wil je zelf veranderen. En toen kwam hij ermee dat hij eigenlijk wel afwou van dat bang zijn van alleen in zijn eigen bed liggen. En toen zijn ze daar aan gaan werken. Heeft het effect gehad? Ja, het gaat wel veel beter met het slapen nu. Dus vroeger was het dan echt een heel soort gedoe om hem in bed te krijgen. Dan bleef hij roepen en nu... Ja, hij heeft nog steeds wel nachten dat het niet ideaal gaat of dat hij het vervelend vindt daar. Maar hij heeft ook heel veel nachten dat het helemaal niet een probleem is. En hij is denk ik in ieder geval zelf van overtuigd dat hij daar wel in slaap kan komen. En dat was op een gegeven moment werd het echt zo dat hij dacht dat hij nooit in slaap zou vallen als er niet iemand bij zou zijn. En dat hij echt heel angstig werd van daar zijn. En dat kan hij nu zelf ook beter oplossen, heb ik het idee. Kiezen welke ik krijg. Volgens mij is dat ook een effect van wat er met Geert is gedaan. Dat hij weet van, nou ja, ik kan het in ieder geval proberen. En ook daarbij het zelfvertrouwen heeft van, als het niet lukt, dan kan ik mijn ouders altijd vragen. Want het is natuurlijk ook, het is niet alleen hij die dat moet overwinnen, maar een deel daarvan is ook dat hij ervan overtuigd moet zijn dat wij hem helpen als het nodig is. Want daarvoor had ik nog wel eens van, nou, ik ga nu niet 10 keer naar boven lopen. Dus nu moet je het maar even zelf oplossen. En dat verhoogde dan heel erg de stress. En dat had ik dan zelf niet zo door. Terwijl ik nu dan gewoon heb geleerd van, nou ja, oké, hij heeft die soort beperkt aantal momenten dat hij je kan inroepen. En dat doet hij dan ook heel plechtig. En dan zegt hij ook, mama, ik roep je in. En dan ben ik daar dus, want ik heb beloofd dat ik daar zou staan. Het doel van de behandeling is behaald. Durven te gaan slapen en alleen buiten op de trampoline springen. Ik denk dat Geert de goede hulp heeft geboden door de ouders te betrekken. Ze wil zelf liever niet in beeld, daarom stel ik mijn vraag aan Monique Verbout van LUMC Curium. Kun je een kind helpen zonder de ouders te helpen? Nou, daar kan ik heel kort over zijn, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Waar een kind opgroeit... laten we zo zeggen, gedragsproblemen, want dat is wat we zien. Gedragsproblemen, en of dat nou is dat iemand somber is, of dat iemand angstig is, of dat iemand agressief is. De gedragsproblemen die er zijn, die doen zich altijd voor in een bepaalde context. En dat betekent dat wil je daar verandering op gaan aanbrengen, dan moet je altijd die hele context meenemen. Laten we niet de illusie hebben dat wij in een uurtje praten met een kind, als het dan naar buiten gaat, het veranderd hebben. Nee, dan blijft hetzelfde kind. Dus in die zin is dat alleen maar een onderdeel van de behandeling. En eigenlijk een belangrijk deel van de behandeling is één, weten hoe het gezin in elkaar zit. Wat zijn de sterktes, maar wat zijn de kwetsbaarheden van een gezin? En vervolgens kind het gezin helpen, hoe kun je met dit kind in die context omgaan? Want dat is al het doel. Wat dacht je ervan, meester? Is dit... Lekker? Zo, toch? Hey Misha. Als er nou kinderen zijn die het een beetje eng vinden om alleen buiten te spelen, wat moeten ze dan doen? Nou, ik denk gewoon
Doe gewoon. Vertel het en denk aan iets waar je, wat je relaxed vindt. En je kunt ook aan je ouders vragen om hulp. Om het een beetje heel relaxed te maken voor je. Wat vind je dan precies relaxed? Vertel het, zeg het. Vraag of het kan. En misschien kan het wel. En dan kun je heel relaxed buiten spelen. Ja, en ook zonder dat je ouders erbij zijn? Ja, zonder uiteindelijk wel. Misschien niet, misschien wel. Ja. Dicht in jou. Maar hoe doe je dat dan? Stel dat je dat in het begin een beetje eng vindt. En dan kun je trainen tijd. Gewoon. Aha. Je kunt het eerst dichterbij. Dan steeds verder weg. Tot je een keer probeert alleen. Aha, dus je doet eigenlijk in kleine stapjes. Ja. Goeie tip. Kom aan. Waar is het tevreden? Nou, mooi. Leuk toch? Hè? Hartstikke goed. Nou. Sorry, ik heb goed geoefend in Pasen. Nou, alle Pasen komen ongeveer aan. Ja? Maar geen twee Pasen niet. Maar de ene angst is de andere niet. Waar het bij Misha lukte om hem in 7 sessies te leren zijn angst onder controle te krijgen, ligt het bij Sven een stuk moeilijker. Sven heeft een vorm van autisme waarbij het omgaan met drukke, complexe situaties leidt tot angsten, die op hun beurt weer kunnen leiden tot psychotische verschijnselen. We hebben natuurlijk verschillende therapieën gevolgd. We hebben medicatie heeft hij geslikt. Hij heeft ook hele slechte periodes gehad met heel veel woede, heel veel angsten. Ook wel dat hij dingen zag die er niet waren. Ja, wat zag hij dan bijvoorbeeld? Hij zag hele blauwe muren. Hij zag muzieknoten op de grond. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd die opdracht gaven om zijn zusjes en ons pijn te doen. En als hij dat niet zou doen, dan zou er wat met ons of met hem gebeuren. Hij heeft dagbehandeling gevolgd bij het Curium. Hij is 2 keer klinisch opgenomen geweest bij het Curium. Ik vraag Monique Verbouwd over de aanpak van het Curium bij kinderen als Sven. We hebben een polyklinische behandeling, kunnen we individueel behandelen. En dat is een individuele behandeling gericht op: snap jij waar jouw angsten vandaan komen? En kunnen we die angst eens in kaart brengen? Kun jij proberen om samen met ouders te gaan kijken welke angsten kan jij tegemoet treden? Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar een medicamenteuze behandeling die dat kan ondersteunen. Maar dat je echt gaat zoeken naar waar liggen de gebiedjes waarop die krachtig is en waar liggen de gebieden waarop die juist veel moeilijkheden krijgt. Ja, veel op angst gereguleerd. Ja. Gekeken van wat kunnen we proberen. Maar ja, eigenlijk liep dat vaak ook spaak omdat hij gewoon daar niet over wou praten. Ja. Omdat het dan van hem zo dichtbij kwam. Zo, ja, dat angst en zo. Dus ja, dat wou hij gewoon niet. Dat was echt vluchtgedrag wat hij dan vertoonde. Dus ja, daar liep ook wel heel veel, ja, heel veel therapie liep er op spaak eigenlijk. Omdat Sven zelfs in het speciaal onderwijs steeds overprikkeld raakte en dat thuis afreageerde, gaat hij niet meer naar school. In plaats daarvan heeft hij dagbesteding. 3 dagen in de week is hij bij Brian, die hem stap voor stap leert zijn angsten te overwinnen door Svens fascinatie voor de natuur te gebruiken. Hij is ook helemaal gek van de natuur. Wij willen ook met hem meer de natuur ingaan. Maar ook in de schemer, dus 's morgens vroeg, 's avonds laat. Als het donker is, dat is een probleempje voor Sven, om 's avonds te lopen. En ja, dan gaan we of een hond uitlaten of we gaan gewoon wat spotten in de natuur. En dat gaan we in de toekomst ook wat vaker doen. Gaan we de duin in en dan gaan we gewoon kijken van, hey, wat kunnen we nou zien? Nemen we een nachtcamera mee. Een restlichtversterker. En dan gaan we gewoon kijken van, hey, wat loopt er nou in de duinen? Wat kunnen we allemaal zien? Ja, en dan het mooie. 'S avonds doen. Eerst ADHD kreeg hij de diagnose en toen kwam er angststoornis bij. Ja. En toen kreeg hij de diagnose autisme spectrumstoornis. En uiteindelijk werd het MCDD. Kun je kort uitleggen wat dat is? Ja, dat is een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Maar het is met name een probleem in de emotieregulatie. Ik zie hier recht voor iets op lichten. Wat we in de volksmond diagnose noemen, is vaak wat in vaktaal klassificatie heet.
Het komt wel vaker voor dat één persoon diverse classificaties krijgt. Of dat men het eigenlijk niet zo goed weet, zoals bij Sven. Maar het lijkt alsof er zeer recent iets aan het veranderen is in de psychiatrie. Ja, we zijn juist binnen de psychiatrie veel meer bezig om ons niet meer zo uitputtend te verdiepen in wat is nou precies die classificatie. Is het niet veel beter om te gaan kijken naar wat is dit kind in dit gezin, in deze context, hè, hier in de Randstad opgroeiend, hier bij deze school, met deze geschiedenis, is het niet veel slimmer om daar naar te gaan kijken en dat als vertrekpunt te nemen om vervolgens te gaan kijken waar liggen nou die mogelijkheden. Dus dat is ook wel een omslag in de psychiatrie. Ja, dat we minder geneigd, steeds meer gaan zoeken naar, is er niet een soort algehele kwetsbaarheidsfactor die we met elkaar bespreken en dat we ons niet gaan vermoeien in, maar is het nou het labeltje X of is het nou het labeltje Y? Ja, ik zie hem. Nou, dat kan je goed zien hoor, met het warmtebeeld. Ik zie een ree recht voor ons. Als ik aan Sven denk, nou hij is Pinter. Hij is gefascineerd door natuur, vooral door roofvogels. Ja. Zit daar een mogelijkheid in om daar iets mee te doen? Het gebeurt natuurlijk al wel, tijdens de dagbesteding is wel roofvogels. Maar past dat in die nieuwe gedachte? Ja, dat vind ik heel erg passen in die nieuwe gedachte. Ja. Zo. Goedemiddag allemaal in het college Autisme Spectrumstoornis. Dat ik ga geven samen met Kaylee. Een ander aspect van goede hulp is bejegening. Robert Vermeire geeft ervaringen van cliënten een centrale plaats in zijn colleges. Zo leren de toekomstige hulpverleners niet alleen de ziekte kennen, maar ook de impact die deze ziekte heeft op het leven van iemand die eraan leidt. Het aspect omgaan met mensen is natuurlijk de kern van de opleiding. Het is een competentie, de communicatie, interactie, die cruciaal is. Dus dat zit eigenlijk van dag één daarin verweven. Hè? Omdat we inderdaad weten dat ons vak gaat over contact en communicatie. Hè? Mensen zien, mensen kennen. Daarom ook in deze tijd van corona en beeldbellen staan wij er ook nog op dat wij mensen altijd ook fysiek willen zien. Hè? Zeker als helemaal in het begin. Want je wil weten met wie je te doen hebt. En je kan eigenlijk ook alleen maar goed de vraag, de verwachtingen van mensen weten als die voor jou zit. En als je niet alleen ook verbaal dingen opvangt, maar zeker ook non-verbaal. Hè. Dus dat, dus bejegening is cruciaal. Omdat ik op een heel ander vlak eigenlijk functioneerde, werd ik buitengesloten. Want kinderen konden eigenlijk niet echt, die snapten niet wat er aan de hand was. En dan gaan kinderen pesten, dat is een beetje wat kinderen doen soms. Ja. En ik kon ook niet mezelf veranderen zodat ik erbij kon horen. Dus dat was een soort tweestrijd in die zin, dat van beide kanten misging. Ja. Dat illustreert inderdaad dat het dysfunctioneren cruciaal is om dat na te vragen. En nu denk ik toch terug ook naar het college vorige week van Melissa, die ook zei, ik heb het meeste baat gehad bij de verhalende diagnose. En dat is hier ook zo, dat je behalve het label autisme eigenlijk ook het verhaal van Kaylee moet hebben om te weten, wat hangt er allemaal mee samen? Want het is duidelijk dat hier het pesten samenhangt met hoe jij ook bent en uiteraard met omgeving, omstandigheden en nog veel andere zaken. In mijn onderwijs, het basisonderwijs geneeskunde, besteed ik zeker al aandacht aan communicatie. Omdat dat zo cruciaal is. En daarom betrek ik in mijn colleges ook vaak, zoals je weet, ervaringsdeskundigen. Omdat zij meest kunnen noemen hoe zij contact en de communicatie met de arts ervaren hebben. Wat erin goed gaat, maar ook wat er soms mis in gaat. Want dat stukje bejegening is natuurlijk iets heel moeilijk om als gewoon docent theoretisch naar voren te brengen. Ik kan wel benadrukken bij mensen, jullie moeten goed contact maken. Maar dat zijn woorden. Hey Armani, goed dat je er weer bent. Zeker weten. Ik ben net geweest naar school geweest. Ja, het ging goed. Ik hoorde dat je wel hele goede cijfers zaten op school. Ja, zeker weten. 8 en 9's. 8 en 9, ja, top in de klas. Ik krijg bij het filmen hulp van een stagiaire, Jasmina. Jasmina wil net als ik weten hoe een goede hulpverlener het aanpakt, maar ze wil zelf liever niet in beeld. Ik ga met haar op bezoek bij Bernard. Bernard helpt dakloze, deels minderjarige jongeren hun bestaan op te bouwen. Nou, Bernard. Hoi. Jij bent hulpverlener. Ja. En wat vind jij nou een goede hulpverlener?
Ja, ik draai het eigenlijk altijd om. Als je zou vragen wat vind je nou een slechte hulpverlener, dan zou ik zeggen iemand die niet goed luistert, die niet authentiek is, die handelt vanuit een hiërarchische positie. En ik denk ook een slechte hulpverlener is die niet naast een klant staat, maar erboven staat. En ook diegene die ook vaak op een klokje kijkt. Okay. Van hoe laat het is. En een hulpverlener die niet vaak bereikbaar is. Dus als je dat allemaal om zou draaien, dan zijn dat voor mij de goede hulpverleners. En binnen de hulpverlener worden mensen heel vaak van de hak op de tak gestuurd, van de ene instantie naar de ander. Wat vind jij daarvan en waardoor denk je dat komt? Nou, ik denk dat het ook een soort met handelingsverlegenheid is. Hè. Op zo noemen ze dat. Dan hebben ze een klant op spreekuur die ze spreken en dan opeens gaan ze filteren. Van hoort dit bij mij of hoort het niet bij mij? En sommige hulpverleners denken, god, het hoort niet bij mij, dus ik ben er lekker vanaf. En dan zeggen ze, ja, ik denk dat je toch ergens anders moet zijn. En dan vraagt de klant, waar moet ik dan zijn? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar probeer dit maar of probeer dat maar. En dan worden ze eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd, vind ik zelf. Dus ik ben er meer voor dat je dan gezamenlijk gaat bellen, direct of op een ander moment. En dat je iemand dan vriendelijk doorverwijst, zeg maar. En mijn ervaring is ook als je doorverwijst dat je een andere hulpverlener aan de telefoon krijgt. Ik zeg, ik ben hulpverlener van de Binnenvest. En daar hebben ze best wel wat gezag voor. En daar luisteren ze nog eerder naar natuurlijk dat een klant gaat bellen. Après vous, monsieur. Moet je spullen meenemen natuurlijk. Jan neemt alles mee, dat weet je. Die verkoopt alles op Marktplaats. Nou ja, hier hebben we natuurlijk een hele mooie spreekruimte. Ja. Heel fijn voor als je individuele gesprekken wilt voeren met jongeren of met partners. Ja. Er moet nog wel iets aan geklust worden, maar Jasmina en ik gaan ook langs bij Marieke. Marieke zoekt ruimte voor een paar laagdrempelige initiatieven voor jongeren. Onder andere voor een inloopplek die At Ease gaat heten. Ze is nu bij Sol, de nieuwe jongerenwerkorganisatie in Leiden. Wellicht kunnen ze de ruimte samen gebruiken en elkaars werk aanvullen en versterken. Marieke wordt rondgeleid door jongerenwerkster Alice. Wat is At Ease, Marieke? At Ease is een plek waar jongeren met mentale kwesties of vragen, dat die ergens terecht kunnen waar er naar hun geluisterd wordt. In de plaats van dat er van alles moet of hulp verleend moet worden. Maar het is vooral een plek waar geluisterd wordt, waar jongeren vrijwilliger zijn. Die zijn getraind. Dat zijn ervaringsdeskundige jongeren of dat zijn jongeren die een sociale opleiding doen. Er is altijd een professional aanwezig op de achtergrond. Want die gesprekken die vinden gewoon plaats tussen jongeren. Voor als er dingen zijn die ernstig zijn of die het gesprek overstijgen of waar de vrijwilligers geen raad mee weten. En we hebben daarnaast altijd een psychiater op afroep. Mocht het nou nodig zijn, mocht er sprake zijn van suïcidedreiging of zoiets dergelijks. Schoonmaken, meneer. Niks. Wil je nog een ons doekje? Nou ja, wat ik vooral belangrijk vind is dat jongeren vaak in het werkveld en in de hulpverlening ook gezien worden door het gedrag wat ze laten zien. Hmm. En vaak denk ik wel van, wil je een jongere echt gaan helpen, dan moet je je daar helemaal niet op focussen, zeg maar. Dan moet je eigenlijk gewoon echt gaan kijken van, nou, wat mis jij? Wat heb je nodig? Waar heb je behoefte aan? En het klinkt heel gek, maar dat moedergevoel, zeg maar, wat je dan in je werk wil leggen, waar we het net over hadden, die warmte geven, dat is eigenlijk voor mij altijd de basis om met iemand goed te kunnen werken. Als je die klik niet met elkaar hebt, als ik dat niet kwijt kan bij iemand, wat wederzijds is, zeg maar, dan kom ik ook niet tot de kern van iemand. Want ik vind dat mensen zijn bij mij altijd onvoorwaardelijk welkom, zeg maar. Ik denk dat juist het onvoorwaardelijke, ja, wat je eigenlijk alleen maar terugvindt in ouder-kindrelaties, als dat ontbreekt, ja, dat is eigenlijk het allerergste. En dat is denk ik ook
wat Alice en mij ook bindt. Omdat wij ook zoiets hebben van het onvoorwaardelijke staan voor iemand. Dat is net zo ingewikkeld als dat je voor je eigen kind staat. Want onvoorwaardelijk wil niet zeggen dat iemand ongebreideld daar maar gebruik van mag maken. Dat doe je bij je eigen kinderen ook niet. Daar zet je ook grenzen in. Onvoorwaardelijk, maar niet ongebreideld. In elk geval is het belangrijk elkaar te kennen, te vertrouwen en een band op te bouwen. Jasmina en ik gaan op bezoek bij Marion Herbe. Marion volgde voor haar promotieonderzoek meer dan 900 jongeren die NP-begeleiding ontvingen. NP, voluit Nieuwe Perspectieven, is een ambulant hulpprogramma voor jongeren die vaak dak- of thuisloos zijn en voor een deel bekend zijn bij politie en justitie. Veel van hem hebben psychische klachten. We gaan zo meteen drietallen maken. Nou, hier in de zaal klopt dat perfect. Een van de dingen waar hulpvragende jongeren vaak tegenaan lopen, zijn stugge loketambtenaren. Of beter gezegd, de interactie tussen jongeren en loketambtenaar veroorzaakt wederzijdse wrevel. In de NP-begeleiding wordt daar actief wat mee gedaan. Kenmerkend voor de NP-methodiek is dat er een hele lage caseload is. Ze hebben maximaal in de originele beschreven methodiek maximaal 4 jongeren voor een volle caseload. Je hebt dus tijd om samen overal mee naartoe te gaan en om samen alles te ondervinden. En ook dat samen doen maakt dat je een gezamenlijke werkelijkheid creëert. Je hebt dus samen hetzelfde gezien. Je bent zometeen, één iemand is de jongere, één iemand is de NP'er en één iemand is een stugge ambtenaar bij een loket. En wat deze bedenker van deze methodiek zegt, die zei altijd van het verleden zit in het heden. Oftewel, wat je hebt meegemaakt zit in het gedrag, het onverklaarbare gedrag, het onbegrepen gedrag wat je ziet op dit moment. Dus je gaat niet alleen tegenover elkaar zitten en alleen praten. Nee, je gaat samen naar een loket toe. Ja, mevrouw Stuart. Goedemiddag. Hey. Ja, goedemiddag. Ik ben haar begeleider van het WIT. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, je bevindt je bijna als een soort van kameraad in de leefwereld van de jongeren. Je opereert daar. Jullie zijn hier denk ik niet zomaar. Dus het zit een beetje krap in de tijd. Dus u kwam hiervoor? Ja, ik heb geen plek om te zijn. Oké, okay. En heeft u ook niks in uw netwerk? Nee. Dat is wel gebruikelijk namelijk, hè? U bent ook van Marokkaanse komaf, dus u heeft denk ik een grote familie. Desho is als ervaringsdeskundige actief in de jongerenraad van hulpverleningsorganisatie Cardea. Hij heeft een goed idee om jongeren die uit de jeugdzorg komen verder te helpen. Niet elke jongen heeft een sociaal netwerk of een breed netwerk waar de nazorg gedaan in kan worden. Ik heb dat gelukkig wel gehad. Alleen ik ken ook heel veel jongeren die weinig contact hebben met familie, weinig vrienden. Maar toch hebben ze altijd één speciale hulpverlener waar ze zich goed bij voelen. Waar ze zich vertrouwd bij voelen. Waar ze goede hulp van hebben gehad. En ik denk dat zo'n iemand ook goede nazorg kan leveren. En dan heb ik er wel eens over nagedacht. Vroeger had je, als je met de bus ging, had je een strippenkaart. Het zou toch zo mooi zijn als jij klaar bent met de zorg. Dat je van je oude of van je hulpverlener die je hebt, een strippenkaart krijgt met 10 afspraken, vrijblijvend, die jij mag gebruiken om een gesprekje te voeren, om even te kijken hoe het met je gaat, nadat je klaar bent met de zorg. En waarom nou een strippenkaart, denk ik? Ik denk dat het, bij mij werkt het in ieder geval zo, de gedachte dat ik terug kan naar een hulpverlener waar ik me vertrouwd bij voel, helpt mij al verder. Oké, veiligheid in de huizen, wat staat daar allemaal bij? Bezoek melden aan huisgenoten. Een bijzondere vorm van goede hulp is de jongerenraad van Cardea. Behalve dat deze jongerenraad een voorbeeld is van jongerenparticipatie,
is het ook een goede leerschool voor jongeren. Alles wat we gehad hebben. De jongeren maken bijvoorbeeld tools voor als je 18 wordt. En ze adviseren Cardea over de veiligheid in de 24-uurszorg. Volgende. Drugsgebruik! Waarom moet je het weer? Oh. Drugsgebruik, Romy. Echt. Jezus, komt eruit als een blij ei. Nou, ik weet niet hoor. Ik weet niet wat jij hebt gebruikt. Drugsgebruik in de huizen. Ja. Oké, nummer 1. Jongeren die uit verslavingsklinieken komen worden bij drugsgebruikers gezet. Ja. Of andersom. Maar dit is ook weer geen goede match. Ja. Toch? Ik heb 7 jaar in de jongerenraad gezeten. En ik begon als een jongen verlegen, wat onzeker, niet zo goed wisten wat mijn krachten waren. En dat heb ik zo doen, heb ik dat een beetje bij de jongerenraad, ga je jezelf ook ontwikkelen. Je bent heel veel bezig met wat gebeurt er binnen Cardea. Maar ook wat gebeurt er binnen de gemeentes, landelijk, wat gebeurt er allemaal. Maar zelf kan je jezelf ook heel goed ontwikkelen. Dankjewel. Ria komt om 4:30? Nee, kwart over 4. Ze komt iets vroeger. Kwart over 4. Dus we hebben nu iets minder dan een uur nog. Ja, 3 kwartier. Oké. Nou, weet iedereen wie Ria is? Het is iemand die gewoon over de dingetjes gaat. Ria van der Plas is directeur zorg bij Cardea. We hebben jaarplan, veiligheid, dus gevoel binnen Cardea, huizen, verschil, regels, huurprijzen, welke vorm en waarom verschil, participatie, ladder en wensen, budget, JR en wifi. Wie zou graag het veiligheidsgevoel binnen de Cardea huizen? Romy vind ik een goeie. Is iedereen het daarmee eens? Was het zelf? Ja, dat is haar punt. Ja, haar punt, ja. En wie weet je dan wat je wil zeggen? Ja, anders kan ik samen met Romy dat ik help met inhaken. Ja, dat is goed. Dat we dat doen. Want het is goed om te laten weten wat we van plan zijn. En dan leer je toch voor een groep staan. Dat geeft je ook weer zelfvertrouwen. Samenwerken in een team, want je bent niet alleen in de jongerenraad. Er zijn, voor mij hebben we ruimte voor 12 jongeren. En iedereen is apart en iedereen heeft zijn eigen manier van werken en je moet toch samenwerken met elkaar. Dat gaat ook moeilijk zijn. Ah, ja. Nou, kijk. Niet meer aankomen. Ga zitten. Dat is klaar. Nou, welkom Ria. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, leuk. Voor mij is het heel waardevol geweest. Als ik er ook over praat, dan moet ik ook altijd glimlachen, want het heeft me heel veel geholpen. En ook, het heeft me ook ver geholpen. Ik denk ook als ik de jongerenraad niet had, of als ik er niet in was geweest, dan had ik ook niet gestaan, denk ik, waar ik nu zo sta. Want waar sta je nu? Ik sta nu zelfstandig, alleenwonend. Ik geef trainingen aan andere jongeren. Ik geef trainingen aan instanties. Ik ga mee naar gemeentes. Ik ben zelfs mee geweest naar een internationaal congres in Wenen via Cardea, waar je een congres voorbereidt voor 500 man, wat ik nooit had verwacht. Ik weet waar ik heen wil in de toekomst. Dat is de hulpverleningskant op. Ik wil mijn ervaring gebruiken om andere jongeren ook weer te helpen. Ik ben een maatje van een jongere die ook geadopteerd is. Ook al zo'n kleine 2 jaar. Daar sta ik eigenlijk. Ja, binnen de jongeren zicht op of zo weten wat ze doen. Ik weet alleen dat ze wel veel gebruiken. Ik merk wel vanuit begeleiding dat ze niet weten wat alles precies is en wat hun jongeren precies gebruiken, wat de effecten daarvan zijn. Dat merk ik wel heel erg. Ja, er wordt heel erg omheen gepraat dat het niet zo schadelijk is. Er zit toch een generatie werkers die nog denkt aan een blootje en dat is het niet meer tegenwoordig. Ja. Ik denk ook dat ze het niet serieus nemen en niet zo betrokken mee zijn, omdat ze gewoon niet goed weten waar het over gaat en hoe het allemaal in elkaar zit. Dus dat is ook weer een stukje met voorlichting, omdat het gewoon, doordat ze het niet weten, weten ze ook niet hoe ze het serieus moeten nemen. Dus eigenlijk, wat is dan de... Nou, we moeten echt deskundigheid bevordering breed opkomen. We hebben het laatst wel gezegd, ik heb het ook aangekaart met de gedragswetenschappers.
die erkende ook dat het stil was komen te vallen. Want vroeger hadden we nog veel vaker contact met de Breider. Ja. Verslavingszorg, om ook workshops te doen of bijscholing. Oh, dan moet ik zeker de kaarsjes hier aanstellen. Ook? Dan moet ik de kaarsjes uitblijven. Nu gaat het goed met Maartje. Maar als 15-jarige kreeg ze dagbehandeling in de specialistische GGZ. En daar kijkt ze niet graag op terug. Het werd heel erg volgens protocol gedaan. Er werd te weinig gekeken naar wat ik nodig had. Ik gleed heel erg af in mijn depressie. En na 6 maanden ongeveer hadden ze een evaluatiegesprek met mijn ouders. En toen zei ze, ja, het gaat niet zo goed met Maartje. En mijn moeder zei, joh, hè, daarom zit ze hier. En toen is mijn moeder dus heel boos geworden. Ze zei, ja, mijn kind, dit gaat niet goed. En daar werd gewoon niks mee gedaan. En toen ben ik daar weggegaan. Toen ben ik hier bij Cordea terechtgekomen. En toen was het echt de mindset van, hey, dit is Maartje, dit is haar problematiek. Oké, dat weten we. Wat heeft zij nodig om weer vertrouwen te krijgen in de hulpverlening en vertrouwen te krijgen in ons? En daar hebben ze eerst heel erg op gefocust. Dat heeft echt wel tijd gekost, maar ik heb nu zo'n goede band met de mensen hier. Het is gewoon mijn soort van tweede familie. En toen is het eigenlijk langzaam goed gegaan. Dat ze heel erg gekeken hebben van wat is haalbaar voor haar. In plaats van we moeten dit doen, want dit en dit en dit. En ja, en daarom gaat het nu heel goed, omdat ik echt de juiste hulp hier heb gekregen. Eerst vertrouwen winnen dus. Dat zit hem soms in kleine dingen. Een begeleider had onthouden dat een jongere van die energiedrankjes dronk. En we kregen toen van het hoofdkantoor, ontstonden er toen problemen. Omdat de energiedrankjes vonden ze niet verantwoord, vonden ze pedagogisch niet verantwoord. Maar ja, die jongere was helemaal blij dat die begeleider precies dat juiste drankje had onthouden. Omdat het een teken was van heeft mij gezien. Je moet het aanvoelen. Maar ook vertrouwen op de professionaliteit van de hulpverlener. Je moet expertise weer teruggeven aan de hulpverlener, dat de hulpverlener zelf kan bepalen. Er zijn regels, ja. Maar we kunnen daar ook omheen draaien, zeg maar. En is dat nu lastig? Ja, omdat je met collega's te maken hebt die de regels wel helemaal opvolgen. En die zijn ook nog overtuigd dat ze niks verkeerd doen. Je hebt te maken met protocol, je hebt te maken met meldingscodes en dat soort zaken. Die vaak vanuit angst zijn ontstaan. Want dat zie je gebeuren. Dan gaan er dingetjes mis en dan gaan we allemaal protocollen bedenken. Terwijl dat als je op basis van vertrouwen en op basis van veel tijd en op basis van samen zien, heb je die codes allemaal niet nodig. Heb je eigenlijk die protocollen niet nodig. Niet handelen vanuit wantrouwen. Okay. Uitgaan van het goede van een mens. Dat klinkt een beetje bijbelsachtig. Maar het blijkt toch altijd de hoogste opbrengst ook te brengen. Dus, Ik denk heel erg dat die persoonlijke band zo belangrijk is voor de jongeren om te groeien. Omdat je ook kan bouwen op je persoon, op je hulpverlener, zeg maar. Als ik jou niet vertrouw en jij gaat mijn dingen proberen door mijn strot te duwen, maar even grof te zeggen, dan gaat het natuurlijk nooit werken. Dan ga ik nooit mezelf openstellen naar jou toe van, joh, hier zit ik mee, dit zijn mijn problemen. Want daarvoor ben jij dan, zeg maar. En als jij dat niet kan, ja, dan hoort het hem niet. Goede hulp zit hem dus in vertrouwen, durven afwijken van protocollen, eerlijk zijn, het kind zien, je kunnen verplaatsen in de leefwereld van de jongeren, kennis, ervaring, jongerenparticipatie, goede overdracht en goede nazorg. En Sven, hoe zal het met hem gaan? Hij wil heel graag naar het oosten van het land, omdat het daar lekker rustig is. Dus hij is daar echt wel, hij wil een eerste vogeltje gaan aanschaffen. Ja, en ik denk dat dat gewoon belangrijk voor hem is. Dat hij een doel voor ogen heeft, wat hij wil. En dat hij daar zijn toekomst op kan baseren.